Tijd, 5 voor 12. En ho, wat nou, de helft van de tijd, daar gaan we het over hebben. Halveringstijd en activiteit. Let maar eens op. We starten met een koolstofkern. Zoals je weet heeft een koolstofkern 6 protonen. De afgebeelde koolstofkern heeft dus 8 neutronen, want zijn massagetal is 14. Het wiebelt. Het is duidelijk niet op zijn of haar gemak. En dat zul je ook zien, want ze spuugt spontaan een deeltje uit, waardoor de kern overgaat in stikstofkern. In de vorige paragraaf is uitgelegd dat dit kan gebeuren doordat de koolstofkern dan een elektron uitstraalt, oftewel een neutron gaat over in een proton. Het andere deeltje wat je ziet verdwijnen is een neutrino. Die laten we in het verder verhaal buiten beschouwing. We noemen een koolstofkern instabiel, want op den duur zal het straling uitzenden en daardoor veranderen in stikstofkern. Een stikstofkern is wel stabiel. De interne structuur is dusdanig dat het in elkaar blijft zitten. Er zal dan ook geen straling uitkomen. Je kunt niet voorspellen wanneer de koolstofatoom het elektron zal gaan uitzenden. Maar als je heel veel koolstofkernen bij elkaar hebt, dan kun je wel voorspellen wanneer de helft van het aantal is omgevormd tot een stikstofkern. Dus, ieder apart is niet duidelijk, maar in zijn geheel wel. Vergelijk dit met 100 munten. Van iedere munt kun je apart niet voorspellen of die op munt of op kop terechtkomt. Maar, van alle munten totaal kun je wel voorspellen dat, gemiddeld, de helft op de kop en de andere helft op de munt terechtkomen. In het scherm zie je een animatie van verval van 99 koolstof-14 kernen. Als de animatie zo meteen start, zul je zien dat willekeurige koolstofkernen onder uitzending van een elektron overgaan in stikstofverbinding. Van koolstof-14 is bekend dat na 5730 jaar de helft gemiddeld is vervallen. Dit is in de animatie bij te houden in de tijdsbalk. Na ruim 5000 jaar is deze waarde aangegeven. Ook zie je daar het aantal koolstofkernen, nu nog 99, en het aantal stikstofkernen, nu nog 0. We starten een animatie. Je ziet het verval en de afname van koolstof en de toename van stikstofkernen. Even pauze. We zitten nu op 5730 jaar. Ziet dat ongeveer de helft verdwenen is. Natuurlijk niet precies de helft, want het is en blijft pure kansberekening. Weer pauze. We zitten nu op 11.460, dus het dubbele van de 5730. Je ziet dat weer ongeveer de helft verdwenen was. We hebben dan dus nog een kwart over. En zo gaat het door. Na iedere 5730 jaar is weer een helft verdwenen. Er blijft een achtste, een zestiende enzovoort over. We gaan het nog een keer bekijken. En daar gaat het weer. In het begin is het verval natuurlijk meer dan op het eind, want er blijven steeds minder koolstofatomen over die kunnen vervallen. Weer. Na 5730 jaar is ongeveer de helft verdwenen. Het is niet precies hetzelfde als de vorige keer, maar de tendens is gelijk. Iedere 5730 jaar verdwijnt de helft van de hoeveelheid. Dat is halveringstijd. Halveringstijd is de tijdsduur welke verstreken is waarbij de helft van het radioactieve materiaal is verdwenen. Het symbool is symbool voor de tijd, dus letter T met als subscript een half. Dus, je start met 100, na 1 keer halveringstijd is de helft over, na 2 keer halveringstijd is een kwart over, na 3 keer halveringstijd is een achtst over, enzovoort. Je kunt de hoeveelheid die overblijft ook berekenen, als je tenminste de beginhoeveelheid en halveringstijd weet. Er geldt dan
En t is de hoeveelheid die na t seconden aanwezig is. N0 is de beginhoeveelheid. En t half is de halveringstijd. Zoals gezegd, tabel 25, daar staat de halveringstijd ook in. Kijk, deze kolom, per isotoop kun je dus zien wat de halveringstijd is. Let op dat de eenheid in deze kolom divers is. Ja, de eenheid staat er iedere keer achter. En soms is het heel kort, secondes, hè, maar soms ook heel lang. En de halveringstijd in jaren. En heel veel jaren zelfs. Hè, kijk maar eens daar bij lood. Dus 1,4 keer 10 tot de macht 17 jaar. Dus het duurt heel lang voordat dat vervallen is. We gaan eens kijken naar polonium. Polonium 210. En stel je nu voor, daar heb je een potje polonium en daar zit 15 gram in. Je kunt je nu afvragen van, hey, hoeveel van het polonium heb je er nog na 1 jaar? Daar gaan we eens naar kijken. We zetten even allemaal op een rijtje. Polonium 210 hebben we dus. In die isotopentabel kun je zien dat de halveringstijd 138 dagen is. We hebben in het begin, op t is 0 seconden dus, 15 gram. En de vraag is, hoeveel heb ik nog over na 1 jaar? We starten met de formule voor het aantal kernen die iedere keer gehalveerd wordt. Iedere halveringstijd wordt het gehalveerd. En dan kan ik dat invullen. En in plaats van het aantal kernen kan ik ook gewoon de massa invullen. Want massa is recht evenredig met het aantal kernen. Voor de tijd vul ik 365 in, 365 dagen. En voor de halveringstijd 138. Let op dat je dus voor t dezelfde eenheid invult als voor t een half. Ja, t een half is in dagen, dan moet ik dus t ook in dagen invullen. Nou, en dat is een kwestie van intypen op je rekenmachine en dan kom je op 2,4 gram. Dus na 1 jaar heb ik nog 2,4 gram over. We gaan verder. Want je kunt ook zeggen van oké, maar stel je voor, ik heb maar 1 gram in mijn flesje zitten. Ja, hoeveel tijd is dan verstreken? Nou, ook hier, we starten met de formule. Ja, en ik heb meteen al even ingevuld. Kijk, gevraagd wordt, naar hoeveel tijd is er 1 gram over? Dus, het aantal grammen wat ik heb, vul ik daarin. Ja, dit is mijn beginhoeveelheid, 15. En nu wordt dus de tijd gevraagd, t. Nou, oké. Hoe krijg ik die t eruit? We doen het eventjes stap voor stap. Ja, eerst even links en rechts delen door 15. Ja, dat is deze. Daarom moet ik die half kwijt zien te raken. En het is een machtsfunctie. En om dat weg te krijgen, dan heb je de logaritme nodig. Ja, de logaritme met als grondtaal een half. En daarna nog een keer 138, links en rechts. Zo. En dan heb je dus daar rechts iets staan en dat kun je uitrekenen. Ja, heb je een rekenmachine voor. En dan kom ik op 539 en de eenheid is dagen. En waarom is de eenheid dagen? Dat is natuurlijk omdat mijn t een half ook in dagen is. Nog eventjes misschien voor de volledigheid. Ja, hoe bereken je een logaritme met als grondtaal een half? Wel, dan krijg je natuurlijk dat je dat kunt berekenen met de normale logaritme. En je doet logaritme 1 vijftiende gedeeld door logaritme van die half. En dan krijg je het. Goed, we gaan weer eventjes verder. Ja, oh sorry, voordat ik het vergeet natuurlijk. Significantie, hè? 539 dagen moet natuurlijk 5,4 keer 10 tot de macht 2 dagen wezen. Want ik heb hier 15 gram. En gevraagd wat, na hoeveel tijd is er nog 1,0 gram over. Je hebt dus twee cijfers significant. Oké, nu gaan we echt verder. En dan nu activiteit. Wat is activiteit? Activiteit, dat is het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. Het symbool voor activiteit, dat is de hoofdletter A. Dat is op zich redelijk eenvoudig. Het is een wat aparte eenheid, althans een aparte naam.
De eenheid is becquerel, afgekort met BQ. Becquerel, is een beroemd atoomfysicus die veel onderzoek heeft verricht en die dus geëerd is zodat er een eenheid naar hem genoemd is. 1 becquerel, dat is hetzelfde dat er 1 kern per seconde vervalt. Je snapt natuurlijk wel dat als je een beetje reactieve stof hebt, dan zitten er al miljarden en miljarden kernen in. En dat betekent dus ook dat activiteit altijd veel en veel groter is dan 1. Nou, 1 becquerel stelt in feite weinig voor. Hoe kun je activiteit berekenen? Nou, activiteit is het aantal atoomkernen, dus delta N, het aantal atoomkernen dat vervalt, per seconde. Dus je moet dan delen door de tijd waarin die atoomkernen vervallen. En als je die twee op elkaar deelt, dan krijg je dus de activiteit, het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt, in becquerel. De activiteit is niet een constant getal, want de activiteit die zal afhankelijk wezen van het aantal atoomkernen wat aanwezig is. En als er veel atoomkernen aanwezig zijn, dan zullen er ook veel vervallen en betekent dat activiteit groot is. Maar als er veel vervalt, dan zal het aantal atoomkernen afnemen en dus neemt de activiteit ook af. Oftewel, de activiteit is niet een constant getal en als je het op deze manier hier berekent, dan heb je eigenlijk dat je de gemiddelde activiteit berekent. Kun je de activiteit ook op een tijdstip berekenen? Ja, dat kan. En de manier hoe dat gebeurt, is een manier die heel sterk lijkt op hoe je kon berekenen hoeveel radioactieve stof je na een bepaalde tijd nog over hebt. Ja, daarvoor had je deze formule. Ja, de hoeveelheid radioactieve stof die je over hebt is de beginhoeveelheid keer een half en dan tot een macht en dan heb je die halveringstijd erbij. Ja. En voor de activiteit, ja, let op wat er gebeurt. Ja, de formule blijft bijna hetzelfde, alleen de N wordt een A en ja, je spreekt dan over activiteit. Voor de rest is hij precies hetzelfde. Maar dan moet je natuurlijk wel de beginactiviteit weten. En hoe kom je daar nu achter? Nou, er is nog een manier om de activiteit te berekenen. En dat is, ja, doen we even gewoon een formule, je hoeft hem niet zelf te kunnen afleiden. Maar hier staat dus dat de activiteit van een stof, die is gelijk aan de natuurlijke logaritme van 2. Kijk maar even op je rekenmachine, die staat er vast op, ln2, gedeeld door de halveringstijd, maal het aantal kernen wat er is. Of, je kunt dan ook zeggen van ik moet A0 hebben, dus hoe groot is dan A0? Nou A0, dat is dus dan ln2, natuurlijke logaritme van 2, gedeeld door de halveringstijd, maal de beginhoeveelheid. Ja, dus de beginhoeveelheid, die moet je hebben. We gaan hier eens mee aan de slag. We pakken ons flesje polonium er weer in bij. Er zit weer 50 gram in. Maar nu wil ik niet weten hoeveel gram ik nog over heb naar 1 jaar. Ik wil graag weten wat is de activiteit naar 1 jaar. Oftewel, hoeveel poloniumkernen vervallen er per seconde na 1 jaar. Dat is op zich wel goed om te weten, want de activiteit geeft ook aan hoe gevaarlijk de straling is. Zullen we later nog over hebben. Oké, activiteit naar 1 jaar, hoe bereken je die? Wel, kijk, op deze manier. Ja, de activiteit na een bepaald tijdstip, AT, is A0 maal een half tot de macht T gedeeld T een half, wat we zo net hebben gezien. Dan moet ik dus eerst A0 weten. Goed, daar gaan we mee bezig. Ja, zo net ook al, A0 is, nou, hier staat hij weer. Maar ja, dan van de regen in de drup, want nu moet ik dus nog N0 weten. Maar gelukkig is dat wel te overzien, want ik weet dat ik 15 gram heb. En ik kan ook in
BINA's vinden, ook in de isotopentabel, voor polonium-210 wat de massa van één atoom is. Eén atoom polonium heeft een massa van 210 U. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, hè? Kijk, polonium-210, ja, dan is de massa 210 U. In BINA's staat het iets nauwkeurig, maar dit voldoet op dit moment nog wel. 210 U, kijk je in BINA's. Tabel 7 onderaan staat wat 1U betekent, de atomaire massa-eenheid. En daar staat dat 1U is 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Ook hier, 3 zou je significant voldoet. Oftewel, uitgerekend is 1 atoom polonium, heeft een massa van, hier staat hij, 3,5 keer 10 tot de macht min 25 kilogram. En ik heb 15 gram, dus hoeveel atomen moet ik hebben om 15 gram te krijgen? Nou, eventjes invullen. Ja, en dan krijg je dus hier 0,0015. Let op, dat moet natuurlijk wel in kilograms, want ik deel ook door kilogrammen. Ja, gedeeld door de massa van 1 kilogram. En dan krijg ik dus dat 15 gram polonium bevat 4,3 keer 10 tot de macht 22 atomen polonium. En dat vul ik daarin. Ja, oftewel, ik vul voor N0 die 4,3 keer 10 tot de macht 22 in. En let op wat je nu moet doen voor de tijd. Hè? De tijd, want in deze uitdrukking hier, mocht ik voor de tijd precies dezelfde invullen als voor de halveringstijd. Dus halveringstijd was een jaar, dan tijd ook een jaar. Maar in deze uitdrukking staat die T1/2 alleen. En een tijd alleen moet je in officiële eenheden doen, dus in secondes. Oftewel, de 138 dagen, ja, moet ik omrekenen naar seconden. Nou, dat is gelukkig wel weer te doen. Invullen, uitrekenen en dan weet ik dat mijn beginactiviteit is 2,5 keer 10 tot de macht 15 becquerel. Dus iedere seconde, let op, iedere seconde zijn er 2,5 keer 10 tot de macht 15 kernen die vervallen. Een immens aantal, hè? Maar er zitten ook ontzettend veel kernen in natuurlijk. Hè? Dat zie je hier al, 4,3 keer 10 tot de macht 22, dus hij kan nog wel wat hebben. Goed, ik weet nu A0 en A0 vul ik dus hierin en dan ben ik er eigenlijk al, want invullen. Ja, voor A0 die 2,5 keer 10 tot de macht 15. Voor de tijd, ja, ik moet naar 1 jaar weten, dus 365 gedeeld door 138. En als ik dat invul, dan krijg ik tenslotte 4 keer 10 tot de macht 14 becquerel. Oftewel 4 keer 10 tot de macht 14 kernen per seconde vervallen. En op deze manier ga je aan het werk. Het komt ook vaak voor dat je activiteit grafisch moet kunnen bepalen. Dus, even een voorbeeld. Ik heb polonium 211 en ik wil hier een NT-diagram maken. N, het aantal atoomkernen, die zet ik verticaal en die doe ik als functie van de tijd en die zet ik horizontaal. En moet ik natuurlijk wel weten hoeveel polonium 211 ik heb. Stel je voor, ik heb 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Dus op deze as moet ik hem zo indelen dat ik in ieder geval 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes kwijt kan. Oftewel, ik doe deze asverdeling, dat ik dus hier de beginhoeveelheid heb, 20 keer 10 tot de macht 34. Die hoeveelheid zal afnemen, want polonium is radioactief. Ja, je pakt dus BINA's erbij. BINA's, ja, polonium, 211. En dan zie je dat halveringstijd een half is. Dus iedere halve seconde zal de helft verdwijnen. Nou, weet ik ook dus wat ik ongeveer op mijn horizontale tijdsas moet zetten. Ja, want halveringstijd een half. Dus dan zet ik zo'n verdeling erop. Dan heb ik ongeveer 4 tot 5 halveringstijden kan ik daarop kwijt. Goed, ik ga een aantal meetpunten erop zetten. Allereerst mijn beginhoeveelheid, en die is gewoon 20 natuurlijk. Hè. Bij T is 0, is de hoeveelheid 20. Dan, na een halve seconde, ben ik de helft kwijt. Kortom,
dan zit ik op 10. Dan weer een halve seconde verder, dan ben ik weer de helft kwijt, oftewel ik zit op 5. Weer een halve seconde verder, dan zit ik op 2,5. Weer een halve seconde verder, 1,25. En je ziet dus, ik krijg weer zo'n prachtige, mooie, kromme door alle meetpunten heen. We noemen deze kromme een vervalkromme. Ja, het geeft aan hoe snel het vervalt. En we gaan een aantal dingen berekenen met behulp van deze vervalkromme. We gaan eerst berekenen wat is de gemiddelde activiteit in de eerste 2 seconden, dus van 0 tot 2 seconden. Nou, moet ik eerst weten het aantal deeltjes. Bij t is 0 was hij 20 keer 10 tot de macht 34, dat was gegeven. En na 2 seconden betekent dus, omdat de halveringstijd een half is, dat je 4 halveringstijden verder bent. Dus als je begint bij 20, dan zul je dus na 1 halveringstijd 10 hebben. Na 2, 5. Na 3, 2,5. En na 4 hou je 1,25 keer 10 tot de macht 34 deeltjes over. Die heb ik dus de beginhoeveelheid en de hoeveelheid na 2 seconden. En dan kan ik dus de activiteit berekenen door het verschil in die 2 gedeeld door de tijd. Oftewel, de activiteit is 20 min 1,25 keer 10 tot de macht 34 gedeeld door de tijd. Gedeeld door delta t 2 en dan kom ik op 9,4 keer 10 tot de macht 34 becquerel. Maar let op, dit is dus de gemiddelde activiteit. In het begin zal hij groter wezen en op het eind zal hij minder wezen. We kunnen ons dus ook afvragen wat is de activiteit op een tijdstip. Dus bijvoorbeeld op 1 seconde. Wat is de activiteit precies op 1 seconde? Dit gaan we berekenen met behulp van een raaklijn. Raaklijn kom je heel vaak tegen in natuurkunde, ook hier weer. Dus ik reken eerst een raaklijn in het punt met 1 seconde. Ja, dus die heb ik hier getekend. Dan maak je daar weer een driehoekje van. En in dat driehoekje ja, kun je delta n op de linkerkant aflezen. Ja, en die is 12 keer 10 tot de macht 34. En delta t lees je daaronder af en die kom ik op 1,7. Dat betekent dat de activiteit op t is 1 seconde is delta n gedeeld delta t. 12 keer 10 tot de macht 34 gedeeld door 1,7. En dan krijg ik 7,1 keer 10 tot de macht 33 becquerel. Dit is de activiteit op t is 1 seconde. Dus niet de gemiddelde. Nee, je berekent echt met de raaklijn. Dus dan heb je de activiteit. Het is natuurlijk iedere keer, raaklijn heeft een bepaalde marge van wanneer tegen u wel of geen goede raaklijn. Dus dit is een berekening, maar wel met een bepaalde marge. Dus het is ook een bepaling, omdat je het uit de grafiek haalt. Zo, dat was het weer. Ja, halveringstijd kom je heel vaak tegen. Ja, bijvoorbeeld, kijk, hoe snel gaat zo'n taart voor de helft op? Ja, of ben je weer kwijt? Nog meer kwijt. Het gaat wel heel erg snel. Ontzettend snel. En nu is de koek helemaal op. Tot ziens. Tot de volgende keer.